prijzen van groente en fruit komen door de boycott van Rusland steeds verder onder druk te staan. Goed nieuws voor de Nederlandse consument op korte termijn. Als de prijzen gaan zakken, dan is dat goed nieuws voor de consument, ja. Tegelijkertijd betekent dit voor de telers hier een flinke tegenslag. De prijzen van tomaten, komkommers en vele andere groenten zijn ingestort. De Russische boycott van Europese landbouwproducten heeft vrijwel zeker ook voor de Betuwse boeren en tuinders nadelige gevolgen. Of ze nu leveren aan Rusland of niet. Een deel van de Russische export komt nu op de Nederlandse markt met prijsdaling als gevolg. Ja, wij zitten natuurlijk voor een gedeelte op de Russische markt. Wij zijn fruitteren. Wij zijn nog niet aan het plukken. We hebben alleen maar zorg naar de toekomst. Rusland gaat meestal bij ons met appels en peren. December, januari gaat dat goed lopen. Nu wordt alles geplukt, gaat in de koeling. En nu staan de prijzen psychisch onder druk. Dat is, men is bang, wat gaat er gebeuren? Dat is allemaal nog. Ja, we hopen natuurlijk altijd positief. Wie weet is het over een paar maanden opgelost. Op dit moment voor de fruitteerders, dat is anders dan bij de tomaten, paprika, komkommers. Die zijn acuut aan het oogsten. Dat moet acuut weg. Wij hebben dat nog niet. Bij ons gaat het in de koeling. En dan hopen we dat we mee kunnen varen dat het nog goed gaat. Maar we hebben eigenlijk wel een hele grote zorg. Ja. In Polen bijvoorbeeld zijn ze een actie gestart. Daar is iedereen massaal aan het appel eten. Ja. Helpt dat de voorraad de prijs een beetje op een acceptabel niveau houden? Dat denk ik wel, want je leest nu ook in de krant, en wij weten dat al vaker, dat het Nederlandse product is het beste van de hele wereld, qua voedselveiligheid en alles. Als daarover gepraat wordt, laten we het maar eens pakken, laten we maar eens nemen. De meesten weten het, maar niet iedereen weet het. En de Nederlanders die leveren wereldwijd. En we weten dat Argentinië, Brazilië, dat zijn nog hele grote landen. Ja, die proberen die gaatjes ook overal te pakken. Maar wij proberen daar overeen te gaan, omdat we zo'n goed product hebben. Ja, dat is de handel. De bijna tropische zomer zorgt bovendien voor rijke oogsten, die de prijzen nog eens extra onder druk zullen zetten. We hebben een topvoorjaar gehad, we hebben op tijd regen gehad, we hebben zonuren genoeg. Het groeit als kool. Het is ongekend. Alles is lekker aan de maat. Smaakt fantastisch. Maar we zitten natuurlijk, we hebben heel veel kilo's. En dat heeft iedereen. Of je aardappels hebt, tomaten, fruit. En nu valt er een gedeelte van ons afzetgebied, Rusland, Oekraïne. Dat valt nu weg of dreigt weg te vallen. En dan moet je andere markten aanboren. Ja, dat gaat maar zo niet. En iedereen zit daar. Maar er zijn ook nog heel veel mensen die nog nooit een appel op hebben. En nog nooit een peer hebben of die snakken naar fruit. Ja, zijn dat dan oplossingen van, waarom heeft de een alles en de ander krijgt bijna niks? Ja, misschien, de wereld is heel groot. Maar alles heeft zijn plekje nodig, heeft zijn logistiek nodig. Dat is het eigenlijk. Nico van Olst van landwinkel De Woerd in Ressen ziet een onzekere tijd tegemoet. Rusland is zijn allergrootste zorg. Ja, het heeft zorg. Ja, wij zijn nog niet aan het verkopen, maar wij moeten straks een keer verkopen. En wat zal die markt dan doen? Dat is nu nog. Ja, als je bang bent, dan is het nooit goed. Ja, je moet niet bang zijn, maar we zijn een beetje bang. Vier medewerkers van de lokale omroep Lingewaard Lokaal zijn afgelopen week per direct opgestapt. Onder hen ook de station manager John van Wessel. De reden van hun vertrek is onvrede over hoe de omroep geleid wordt. Volgens bronnen binnen de omroep is Lingewaard Lokaal een eenmansbedrijf, waarin eindredacteur Wim Evers niemand toelaat die zich bezighoudt met beleid. Vrijwilligers die kritiek uiten kunnen vertrekken, aldus bronnen binnen zijn omroep. Wim Evers zelf heeft aangegeven zich niet te herkennen in de kritiek. En de stichting Arnhem Winkelstad, belast met het opzetten en het exporteren van een digitaal warenhuis met alle Arnhemse ondernemers, is failliet. Jos Wegdam, de voorzitter van het bestuur van de stichting, heeft het faillissement zelf aangevraagd. Gebrek aan belangstelling en medewerking van de zijde van ondernemers is de oorzaak van de geldproblemen, waardoor de website verder niet van de grond kon komen. DVV is de overlast op het eigen sportpark helemaal zat. De Duivense voetbalvereniging werd de afgelopen weken geconfronteerd met vernielingen, een hoop rotzooi en ongewenste bezoekjes die het alarm deden afgaan. Een behoorlijke kostenpost. Dat klopt. De netten zijn vernield, die hebben we vrijdag moeten vervangen.
elke keer het alarm wat afgaat, kost 63 euro per keer. Dus nu al voor ongeveer 2000 euro aan kosten van het alarm bij elkaar opgeteld. DVV heeft inmiddels aangifte gedaan van de vernieling van een tafel op het Horsterpark. Ook zijn er gaten geknipt in het hekwerk rond de accommodatie. Op die manier verschaften mensen zich toegang tot het kunstgrasveld waarop werd gevoetbald. Vorige maandag kwam ik hier en te leken dat het een slagveld was geweest, dat de oorlog was geweest. We hebben het opgeruimd, twee emmers met kliko helemaal vol met afval, flesjes, peuken, kauwgom. Zelfs er wordt gescheten hier op het veld, door honden worden losgelaten. Maar ook mensenkeutels liggen hier. Bierdopjes, kapotte flesjes, zeg het maar. Alles ligt er. Hoe komt dat toch? Hoe komt dat? De jeugd is natuurlijk heel makkelijk. En het is toch maar van een ander. Dus hoe komt het? Ja, het is een soort van hele grote hangplek geworden. Ja, het is een hangplek. Er komt bij de gemeente Duiven heeft de voetbalkooi hier vlakbij ook verwijderd. Ook die jongens kunnen nergens meer voetballen, dus die gaan naar DVV toe. Ja, en wij zijn het zat. Er wordt zoveel vernield en we zijn het gewoon zat nu. Hugo Bosker, de voorzitter van DVV, en Peter van der Oort, de kantinemanager, zijn bijzonder geïrriteerd. En de maat is nu echt vol. Voor de duidelijkheid, wat mag nou wel en wat mag nou niet? Wie mogen hier trainen? Wie mogen hier komen? Wie mogen hier absoluut niet komen? Het is zo, als het sportpark geopend is, dan de reguliere openingstijden. Dan is er voor de teams die moeten trainen, die mogen erop trainen. Als het sportpark gesloten is, is het voor iedereen gesloten. Ook voor de DVV-leden. Ja. Dus ook voor de mensen die hier willen voetballen, even een balletje willen trappen. Helaas. Dat gaat niet meer lukken. En in het verleden hebben we dat oogluikend toegestaan. En dit is het resultaat, omdat we het oogluikend hebben toegestaan. En nou moeten de goede onder het kwade leiden. Maar we zijn er nu van overtuigd van, dan maar niemand meer. Dan kan er ook geen overlast meer over ontstaan. Ook zijn er al eerder pogingen gedaan de kantine van het Horsterpark te betreden. Maar ook de accommodatie is nu de pineut. Elke keer ging het alarm af. En elke alarmmelding kost DVV 63 euro. De vereniging is dit jaar hieraan al meer dan 2000 euro kwijtgeraakt. Een aantal jaar geleden zijn er twee inbraken achter elkaar geweest, kort achter elkaar. We hebben een aantal weken tussen gezeten en de totale kostenpost is tussen de 20.000 en 30.000 euro geweest. Ja. En dat is kosten DVV geweest en daar hebben wij nu nog last van. Ja. Dus je neemt elke melding serieus? Ja, het vervelende is dat die meldingen vaak 's avonds en 's nachts zijn als er geen controle op het sportpark is. Overdag zijn wij er en dan gebeurt er weinig. De Duivense Club hoopt op overleg met de gemeente en de politie over meer surveillance op de accommodatie. En hoopt natuurlijk ook dat omwonenden wat vaker een oogje in het zeil willen houden. Maar als iedereen zich netjes aan de afspraken houdt, dan is er niets aan de hand. Wij stellen, niemand mag erop. De accommodatie is op zich van de gemeente. Wij huren dat van de gemeente. Dan zal er een soort handhavingsbeleid moeten komen. En als er toch mensen hier op zijn terwijl het gesloten is, dan zal er bekeurd gaan worden. Dat is denk ik de conclusie. Dat is ook het enige wat je kan doen, denk ik. Dat is het enige wat wij kunnen doen. En nogmaals, het opruimen, de vernielingen, we kunnen er ook de rekening bij de gemeente leggen. Maar de gemeente zal ze ook zeggen, dat betalen wij niet. Samen zullen we tot een oplossing moeten komen. Dat is ons streven. Nijmegen dan, dat pelt uit vanaf komend weekende 2 weken lang met eerstejaarsstudenten die de stad gaan verkennen. Voor de Han Intro van maandag 25 tot vrijdag 29 augustus hebben zich nu al 3600 jongeren aangemeld. Omdat het per 1 januari verboden is aan jongeren onder de 18 alcohol te verkopen, werkt de horeca in de stad bij de introducties met polsbandjes. Rood voor studenten onder de 18 en groen vanaf 18. De Eusebius Duck Race wordt verplaatst naar zondag 10 mei 2015. Dat heeft de stichting Eusebius Arnhem bekendgemaakt. De race met de rubberen badeentjes op de Rijn stond gepland voor 7 september... Bij de Duck Race adopteren deelnemers een eendje door een lot te kopen. De boteendjes worden dan met 5000 tegelijk in het water gekieperd. Als er lotenverkopers zijn die desondanks hun geld terug willen, is dat geen enkel probleem. Aldus de directeur Bert de Jong van de stichting.